Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond, van als je live kijkt, praten Roland Stekelenburg en ik met wat wij noemen de voorhoede van Digitaal Nederland over de impact van de digitalisering op de maatschappij. Je kijkt twijfelend. Freek was al wethouder te Amsterdam. Maar het gaat in ieder geval over een van de gevolgen van zeker. Zin waar, ja, waar we, ja, dat direct, begrijp ik heel goed. Een beetje over praten. Want Airbnb en de gemeente Amsterdam maakten onlangs bekend. Een belangrijk bericht. Vorig jaar kregen we nog vaak te horen van Amsterdam houdt niet van Airbnb. Was het vaak in de krant het bericht. Nu, Amsterdam heeft een regelgeving die past bij een organisatie als Airbnb. En wat doet Airbnb? Daar gaan we zo direct even over praten. Maar ik wil eigenlijk eerst van je weten, ben je zelf wel eens in zo'n Airbnb-huis? Heb je een vakantie wel eens geboekt via... Ben je wel eens bij iemand anders wezen logeren? Goeie vraag. Volgens mij heb ik dat ook wel eens een keer gedaan, maar wel heel lang geleden. En toen was het nog niet allemaal formeel en op grote schaal. Gewoon vaak een advertentie. Hè? Dat las je in de krant. We willen wat uitwisselen. Ja. Maar zo is het ook ontstaan. Hè? Woningruil is zo oud als de. Ja, precies. Dus dat klopt. Het is in feite een vorm van digitale woningruil. Het ter beschikking stellen, het delen van je woning met in dit geval mensen die op bezoek komen, gasten. Daar een beetje aan verdienen. Maar ook dat vinden gasten vaak ongelooflijk leuk om op een andere manier in die stad te zijn. Anders dan in een hotel, in een woning. En daar kun je eens bang voor zijn. Zeggen, ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Gaat het wel goed? Er zijn ook een paar uitspraken geweest. Dat heb je ook gezegd door rechters bijvoorbeeld over dit mag wel en dat mag niet. Er waren eigenlijk geen regels. Mensen zeggen wel eens van we hebben het verboden. Nee, er waren gewoon geen regels. En wat we hebben gedaan is met Airbnb en met anderen om tafel gaan zitten en denken we, wat is dit nou eigenlijk? En dan zijn er eigenlijk twee harten. Het ene hart is dat delen is heel mooi. Is echt gewoon een leuke ontwikkeling, heel goed. Het gebeurt ook op grotere schaal, steeds meer. We zitten echt in de top 10, geloof ik, van de wereld als Amsterdam. Dat is echt veel. Aan de andere kant, er wordt ook ongelooflijk veel geld mee verdiend, hè, internationaal. En daar wil je natuurlijk ook wel goede afspraken over maken, hoe dat gaat. Af en toe is er ook overlast. Dat mensen denken van, wat gebeurt er nou in deze straat? Die mensen ken ik niet. Ze maken lawaai, ze kennen het niet. Wat dan de krantenkoppen haalt, is dat Airbnb natuurlijk in toenemende mate gebruikt wordt door ook gewoon de commerciële veren. Precies. En dat wil je gewoon niet natuurlijk. En dat de gemeente dat niet langer zou willen. Dat klopt. En dat willen wij ook niet. Dus wat we hebben gedaan is, onder meer met hun, maar ook met anderen, Windhoek bijvoorbeeld, om tafel gezeten. En gezegd, wij willen eigenlijk gewoon het mogelijk maken. Dus dat is een positief invalshoek, maar we moeten wel een aantal regels met elkaar vaststellen. En jullie gaan helpen om die regels te handhaven met ons. En die regels zijn? Die regels zijn, eigenlijk heel simpel. Zullen we toch even eerst een stukje Airbnb doen? Oké. Pakken we dat even terug. We gaan zo verder over de regels. Wat mij dus aansprak was dat idee van shared economy. Of het nou gaat over groot of klein. Dat is echt iets wat eraan komt, dat mensen aanspreekt wat je moet doen. Het delen van de stad. En het draagt ook, ik ben wethouder wonen. Dus het draagt ook bij aan de sponswerking in de stad. Hoe kun je nou ervoor zorgen dat je moet allemaal nieuwe woningen bouwen. Maar toch ook de bestaande woningvoorraad, dat die gewoon veel beter door allerlei mensen gebruikt kan worden. Dat is een vorm. Ja. En eventjes voor jullie, voor wat je nu te zien krijgt. Ik heb een Skype-interview gedaan met Molly Turner. Alleen een Skype-interview zonder beeld. Toen dacht ik van, hoe maak ik daar nog een beetje beeld bij? Ondertussen kijken we gewoon naar mooie huizen van Airbnb. Dat is een beetje het concept. En aan het einde kun je zien waar wij binnenkort naartoe gaan. Als we naar Austin, Texas gaan. En wat doet Molly precies bij Airbnb? Zij is Head of Politics. Het is heel belangrijk. Dat in ieder geval. Zeker. Ik heb het daar op tafel gezet. Dus kijk en luister en we komen straks bij je terug. Neem even de tijd. Airbnb is an online community marketplace where anyone in the world can share the extra space in their homes with visitors from all over the world. And what makes Airbnb a success? Trust. Airbnb has created a marketplace where total strangers from all over the world can meet each other and learn to trust each other and have meaningful personal relationships in the real world. It's met this need for local residents who need to make extra money to pay for housing or regular bills to do so, and visitors who are looking for authentic personal experiences to be able to meet local residents and live like a local when they're visiting a new city. Yeah, because that is the whole thing that makes it so special. And normally when you go to a hotel, it's a sort of a clean place that
it's made to fit for everyone. And when you go to an Airbnb, a home, you have the feeling that, well, it feels like you're living there yourself. Exactly. You feel at home when you're on Airbnb and you have a local host who's like your local best friend who can take you around, tell you his favorite cafe or restaurant to go to, favorite park, best view. You can really have an experience through Airbnb of a city that you've never been able to have before. Yeah. When I think about it, the special thing, and it's not only with Airbnb, but for example, in the show today, we have a snap car that's say the Airbnb for cars, so to say. So people have cars and other ones can use them. What I always see at the site, that's in your site the case, and that's with a snap car as well. It seems to be even more about the people than about the products, because people get rated, and it's not only the owner, but it's the user or the traveler as well. Is it more about the people than about the places? That's a great point. I think people are absolutely essential to the sharing economy. What the sharing economy has done is it's brought humans back into business. The reason you want to buy something or pay for a service is not because of the product or the service that you're going to get alone. It's also because of the human interaction that you're going to have with the person that's providing that product or service. So absolutely, people are essential to the sharing economy. They're what give it flavor and character, and they're what draw people to using the sharing economy. Yeah. Can you tell me something about how big you are at the moment? We just announced that we've had 10 million nights booked ever. We're in 192 countries and over 35,000 cities throughout the world. Yeah, I remember a couple of weeks ago, or maybe it's a couple of months ago, I'm not sure, there was a tweet of Airbnb, and I think there was an international hotel company that was proud to announce that in the coming year they would add, I think it was something like 20,000 extra rooms to their hotel thing. And then I think someone of you said in the tweet, that's what we do every couple of weeks or something. The beauty of Airbnb and of the sharing economy is we don't own anything. Airbnb is just a marketplace that allows people who have their own homes to offer them to other people. So our inventory can grow exponentially in a way that brick and mortar inventory, traditional hotel businesses, just simply cannot. No. And what are the biggest, what have been the biggest hurdles so far for you to take? I'd say the biggest hurdle is one that the Amsterdam City Council just recently addressed, and that is working with local government to make sure that the people who live in the city and open their homes to visitors are doing so safely and legally. And that's why we're so thrilled with the decision that the City Council recently made to create a whole new policy just for this activity, which is not made for hotels and not made for traditional vacation rentals, but made for home sharing. Yeah. Hey, there are cities that, that you have specific problems with in this matter, so to say. Why is that, do you think? Is it because you are new? Is it because you are a threat to hotels? What is it? You know, that's a very good question. I would say that, you know, we're not new. We didn't invent sharing your home. People have been sharing homes with strangers since the beginning of time. What we did was we created a website where it's transparent and safe, and where more people can do it more easily. And so this growth, I think, has just created a lot of questions for people who maybe are used to traveling the world and staying in the same hotel everywhere.
Or having tourists completely separated from locals in their city and no interaction at all. And so, you know, some cities have some questions about what does this mean for us? This is an activity that we're not used to actually visibly seeing. And now it's so much more visible and transparent. How do we manage it? And so we are very committed to working with cities all over the world, like Amsterdam, like we did there. To really understand what exactly is going on, what are the benefits of this, what are the concerns, and how can we address them reasonably? Yeah. After this talk and in the show, I will be talking to someone from Amsterdam who was responsible for this. Can you tell me something about how did this come about? Did you have meetings together? Did you spend time explaining what you do and who you are? Sure, absolutely. The process that led to the new policy in Amsterdam was really very smart. Alderman Ossel approached us and asked us many questions about who our community is, why they're doing this, how many people are doing it, how frequently they're doing it, what it means to them, what are the potential impacts on the city. So we had a very long, almost year-long conversation with him and his staff as they really tried to profoundly understand the sharing economy and home sharing in particular. And we really, really appreciated their due diligence and interest to try and understand not only our community, but the kind of impact our community would have on the city. And because there are really no other cities that have created a policy like this, it took a lot of creativity for him and his staff to figure out what's the right approach here. And we shared feedback from our perspective in other cities and from our community's perspective. So it was a very collaborative process, and I commend them for coming up with what I think is a pioneering policy in the world. Yeah, one thing is what the local government says, and of course they say people need to pay the right taxes. Of course, that's always the case. What they tell us, and you're not allowed to make it a year through a commercial event. Things like that are in the rules, but there's one big element that the Amsterdam and you say can't fix, because very often it's in the rules of the loan of the bank, and officially it then said you're not allowed to rent out stuff, or it's you rent a place and you have to have the okay of the owners of that. So in a lot of the cases, it's out of both of your hands. Yeah, absolutely. Every homeowners association or landlord or community needs to decide, what they want for themselves. And Airbnb and the city can't decide that. We hope that people will come to embrace the sharing economy and home sharing. And like the city of Amsterdam did, write some very clear rules and regulations that if violated, you lose your opportunity to do this. But if you comply with it, it can be done safely and securely, and everyone in the community can feel confident that they are okay with this activity. Yeah. So is this going to help you in other cities? We hope so. Amsterdam tends to be a pioneer in many ways throughout the world, and not surprisingly, they are once again here with the sharing economy. And I know some other speakers on the program today, represent the various other modes of sharing that have emerged in Amsterdam. And already we're starting to see a lot of other cities paying attention and asking, what is it that Amsterdam did? How did they reach this conclusion? So absolutely, I think other places are already paying attention. En het laatste stukje wat je zag, dat is het huis waar wij binnenkort in zitten, Stekel. Als we naar Austin, Texas yep. gaan voor South by Southwest. Dat is een mooi huis. Heb jij zelf wel eens via Airbnb gehuurd? Ik zat vorige weekend nog in Berlijn in Airbnb. En? Dus beviel het? Ik vind het echt geweldig. Het is toch, je ontmoet altijd leuke mensen. Ja, je weet dat je een overtreding was, hè?
Ja, mag het niet in Berlijn? Volgens mij Berlijn niet. Ik heb met de wethouder daar gesproken. Die heeft me uitdrukkelijk gezegd, nou, wij willen het helemaal niet. Dus we gaan het verbieden. Ja, want de eerste vraag... En het gebeurt toch. De eerste vraag die dit filmpje bij mij oproept en het gesprek daarvoor is... Het gaat steeds over wat jullie hebben afgesproken, maar het is mij nog steeds volstrekt onduidelijk wat jullie nou precies hebben afgesproken. Ja, ja. Nou, wat we hebben gedaan is allereerst vaststellen van... hebben wij vastgesteld van, vinden we het nou een ontwikkeling die eraan komt, die de moeite waard is? Klopt die filosofie van die shared economy nou echt? Antwoord erop is ja. Altijd op is ja. Vervolgens wordt veel geld mee verdiend. Er gaan ook veel dingen fout. Er gaan ook mensen daar misbruik van maken. Wat gaan we daarna aan doen? Wat kunnen wij dan doen? Dus we hebben gezegd, ja, mits. En dat mits is dat we gezegd hebben, punt 1. Je moet toeristenbelasting betalen. Als jij toeristen ontvangt, moet je belasting betalen. Dus we zullen ervoor moeten zorgen dat als jij op die site staat, dat je echt weet dat je daarvoor ook moet aanmelden en dat je dat moet doen. Veel mensen willen dat, maar weten niet hoe het dan zou moeten. Nou, die informatie moet je dus hebben. 2, het moet een veilige situatie zijn bij jou thuis. Met name brandveiligheid. Er zijn eigenlijk een aantal basic dingen die gewoon geregeld moeten zijn. En die moet je weten, anders heb je een probleem. Ook met de verzekering, hè? Dat is een heel belangrijk ding. 3, je moet weten hoe je moet gedragen in de stad. Wanneer je de vuilnis buiten zet, overlast, dat soort zaken meer. En in feite moet je ervoor zorgen dat je daar de goede informatie geeft aan de mensen waar het om gaat die bij jou komen logeren. Die jouw gasten zijn. En 4, we kijken hoe je het doet. Dat betekent dat het kan zijn dat jij 3 maanden op wereldreis gaat en ik ga hem daar faciliteren dat hij bij mij shared komt wonen via Airbnb. Dat moet kunnen. Maar 2 maanden is wel een soort grens dat je denkt van even kijken wat er aan de hand is. Want wat we niet willen is dat er bedrijfsmatige verhuur ontstaat. Dat er 1 persoon is met 6 huizen die gewoon dit zo doet en dat dan gaat regelen. En waarom niet? Dus dan krijg je bedrijfsmatige, dan is het gewoon een hotel. Okay. Dat is iets heel anders. En er zijn ook andere regels voor en andere betalingsdingen die daarvoor gelden. Dus dat is geen hotel. Het moet zo blijven. Dat betekent dat wij ook... Klinkt misschien wat eng. Nee, maar dit is alles, hè. Ja. Dat betekent ook dat wij moeten digitaal gaan rechercheren. We moeten gewoon gaan kijken op die sites. Wat gebeurt er? En als we daar vermoedens in hebben van... maar dit gaat wel heel veel gebeuren. Dan kunnen we gewoon heel gericht gaan kijken. Ja, dan pak ik gelijk even een vraag van Twitter. Want dat doen wij altijd. Ja, prima. Boris Veldhuizen van Zanten. Refereerde er even aan dat de gemeente Amsterdam al een tijdje rechercheteams heeft lopen. In samenwerking met de woningbouwcorporaties. Dat er... tientallen illegale praktijken zijn ontdekt. En Boris die vraagt hoeveel mensen zijn er eigenlijk inmiddels hun huis uitgezet. Vanwege de controles op Airbnb. Nou, volgens mij werkt het niet zo. Dat betekent gewoon dat wij gaan altijd tegen illegale logies optreden als we dat tegenkomen. Om je een beeld te geven, het afgelopen jaar 2013 zijn ongeveer 1000 gevallen geweest waar mensen grote boetes hebben gekregen. In feite dat ze dingen doen die niet mogen. Nou, boete betalen, beterschap beloven of misschien zelfs een dubbele boete betalen. Dat is een manier. Voordat we mensen echt het huis uitzetten, dan moet er wel iets heel ergs aan de hand zijn. Want dan heb ik het over excessieve gebruik van je huis op de verkeerde manier. Ja. Denk aan wietplantages. Denk aan prostitutie. Ja, maar denk laat aan het dat nee, nee, maar, Airbnb, nee, maar nee, nee, nee. Als het gaat over uit huis zetten, mensen hanteren die term heel snel. Dat doen wij niet. Wat we wel doen is mensen beboeten en mensen zeggen dat moet je beter en anders doen, et cetera. Okay. Het echte uit huis zetten, dat doen we echt voor de huisjesmelkers en dat soort types. Ik denk voor de discussie misschien even dat al dat commerciële verhuren en zo allemaal even de buiten laten. Want dan wordt het een maar de basic, regels zijn in feite toch... Die andere 3 regels die u net vertelt, hoe kun je dat nou controleren? Want waar houdt zeg maar het ontvangen van een vriend in jouw huis uit Barcelona, die jij zegt nou... Als je een week bij mij logeert, betaal even mee aan de stroom en noem maar op. Waar houdt dat op? En waar begint dan de sharing economy? Hoe kan je al die regels in godsnaam controleren? Dat kan niet op die manier. Laat toch even fair zijn. Kijk, op het moment dat jij een vriend ontvangt en bij je thuis, dan is dat prima. Dat is gewoon datgene wat je doet als een vriendendienst. Op het moment dat jij op een site gaat zeggen, ik adverteer... omdat ik wil dat mensen die ik niet ken bij mij komen logeren en iets betalen. Ik vraag er niks voor. Dan ben jij... Nee, dat gebeurt niet. Even niet naïef zijn. Nou, als jij op een site zit... Kijk eens even op die sites. Als je op een site staat... Maar waar ligt de grens? Als je op een site staat, dan vraag je gewoon een bepaald bedrag... wat echt ook een redelijk bedrag is vergelijkbaar met een hotelprijs die je boekt.
En dat betekent gewoon dat je op dat moment ook gewoon doet aan, aan Airbnb, aan vakantieverhuur. En dan moet je gewoon een deel daarvan betalen aan toeristen. Ja, als je zegt, we gaan dat digitaal rechercheren. Ja. Jullie hebben goed met Airbnb gesproken. Ja. Maar hebben jullie dan, krijg je... Die is voor jou. Die is voor mij. Ja. Okay. Ik doe het normaal gesproken eigenlijk altijd. Dus ik wil niet dat je mijn lege biertje krijgt. Dat is weer het ding. Ga je gang. Hebben jullie ook een afspraak met hun? Want je kan zelf digitaal gaan rechercheren. Maar het is wel zo aangenaam als je gewoon weet misschien wat er zich afspeelt binnen hun netwerk. Want je kan het zelf gaan doen. Maar zij kunnen ook een Punt 1 moet het gewoon zelf gaan doen. Want het is onze eigen verantwoordelijkheid. Wij willen heel graag gericht, als wij vragen hebben over jou of over jou en jouw gedrag. Dan willen we daar heel graag informatie over hebben. Die vragen zullen we stellen aan Airbnb. En zij gaan daar naar vermogen op reageren. Ze gaan niet met ons digitaal rechercheren. Dat vinden zij niet hun taak. Dat begrijp ik ook wel een beetje. We gaan gewoon kijken hoe ver we erin gaan komen. En ik ben ervan overtuigd dat we een heleboel... ik denk dat er een heleboel mensen zijn die gewoon het leuk vinden, het doen, met enige regelmaat wat erbij verdienen. Misschien is dat 70%, 80%, 90%. Nou, een ander deel is dus bezig om gewoon op grotere schaal geld te verdienen. En die moeten gewoon gaan opzoeken en registreren. Maar zou het niet, hè, als je zegt terecht, hè, dat is een inkomstenstroom, daar hoort belasting bij in dit geval, de toeristenbelasting. Ja. Maar dan zou het eigenlijk best logisch zijn als Airbnb jullie gewoon wel die informatie zou geven? Ook al is het hun taak niet. Nou, maar... daar is dus een juridisch dispuut over. Er zijn heel veel rechtsgeleerden die zeggen dat kan. Je kan ze verplicht stellen om dat te doen. Er zijn helaas ook heel veel rechtsgeleerden die zeggen, nou, dat kan niet. Dat heeft te maken met i-richtlijnen internationaal. Daar weet je waarschijnlijk meer van dan ik. Wat wij hebben gedaan is 1. Ervoor zorgen dat we nu goede afspraken maken, praktisch. Dus zeggen, dat is niet het eerste waar we naar gaan kijken. Maar we zoeken het wel uit. Ik ben niet naïef. Als het mogelijk is om daar striktere regels voor vast te stellen, met respect voor alle Airbnbs en Wimdo's, dan gaan we dat ook doen. Ja. Maar als het nu mogelijk is om het op deze manier te doen en te reguleren, dan vind ik dat wel fijn om dat te doen. Ik vraag me nog af hoe dat gaat werken. Ik snap het principe, hoor. Als je als toerist in de stad bent, oké, dan moet je toeristenbelasting betalen. Ja. Dat is het uitgangspunt. Ja. Maar er zijn vorig jaar geloof ik 10 miljoen kamers wereldwijd via Airbnb verhuurd. Waarvan een gedeelte in Amsterdam. Ja. Niemand weet hoeveel. Ja. Hoe ga je dat nou faciliteren? Dat is vraag 1. Ja. Waar moeten die mensen dan heen om die belasting te betalen? Moeten ze naar het gemeentehuis? Ja. Of moeten ze bij wie thuis zat komen inleveren? Ja. Ik weet het niet. Twee, hoe ga je dat vervolgens controleren? Ja. Ja. Anders is het namelijk gewoon loze. Nou, dat is het niet. Het begint bij informatieverschaffing. He, dat gaat via de site zelf, maar ook via onze eigen campagnes. En dat gaat Airbnb doen? Dat gaat Airbnb doen. Die gaan zelfs heel actief doen. Dus als ik een kamer in Amsterdam huur, dan komt daarbij te staan. Ja. Dat is een verhuurder, denk ik. Moet de verhuurder dat betalen? De verhuurder betaalt dat. Die heeft de kosten van de toerist. Ja, okay. De verhuurder is aansprakelijk daarvoor. Zoals een hotel ook toeristenbelasting moet betalen. En dat in feite bij jou haalt, dat is wat anders. Ja. Moet de verhuurder dat ook betalen. Dus Airbnb gaat de verhuurder zeggen, oké, jij moet dit afdragen aan de gemeente Amsterdam. Dus informatie op de site, informatie van ons. En de overtuiging. En dat denk ik echt dat het zo is, dat heel veel mensen zeggen, nou, ik wil het best netjes regelen. Ik vind het oké om het te doen, maar maak het me nou niet te moeilijk. Dus ik wil gewoon een formulier hebben waarbij ik kan aangeven en dan komt het terecht en dat is prima. Dus je moet het makkelijk maken voor mensen om het ook te registreren. Dat gaan we ook doen. Dus dat is op een goede manier, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen. Vervolgens, hoe ga je dat allemaal controleren? Ja, dat is lastig. Wat je wel kunt controleren, is degene die ervoor zorgen dat het heel regelmatig gebeurt. Die dus excessief gebruik ervan maken. Dus dat zijn de mensen die meer dan 2 maanden hun huis verhuren. Dat is een beetje een indicatieve periode. Of mensen die gewoon met heel grote intensiteit constant hun huis verhuren. Ja, is iets aan de hand dan. Dat gebeurt ook. Ik denk dat de mate waarin het gebeurt eerder 20-30% is versus 80-70%. Maar niettemin gaat het om een flink aantal. Die mensen willen natuurlijk duidelijk maken dat dat niet de bedoeling is. Dat je in feite daarin problemen mee kunt krijgen. Dus in feite is de controle op excessief gedrag is zeker ook, dat kun je gewoon regelen. En ik denk zelf dat we achter de hand hebben eventuele juridische instrumenten om ook Airbnb uiteindelijk te zeggen, ja joh, je moet je houden ook aan de juridische praktijk hier in Nederland. Maar dat is nog niet zover. En de mensen die me daarover adviseren, die zeggen, het zou kunnen, maar het kost een hele tijd voordat je dat via al die procedures hebt geregeld. Ik kies ervoor om nu dit praktisch te regelen en dat andere niet los te laten. Ja, toch vind ik het interessant
dat hele controlevraagstuk. Want u weet net zo goed als ik, nu is het Airbnb en nu is het Windmoe en couchsurfing. En weet je wel, en op het moment dat dat ingewikkeld wordt, dan komt er weer wat nieuws. Ja. Heeft dit wel nut om dit te willen controleren? Ja. Of weet je wel, is het niet zo dat, wat heel veel mensen natuurlijk hebben die op internet dit soort dingen beginnen, die zeggen, ja, dat is nou juist de charme van het internet, dat het niet gereguleerd is. Ja. Nou, ik denk dat heel veel dingen ook uiteindelijk niet gereguleerd zijn. Het idee van er is een platform, je ontmoet elkaar, je wisselt uit, dat hou je ook gewoon in stand. Wat je toevoegt, zijn een aantal, noem het maar, verkeersregels in Amsterdam, waarbij je zegt, hou je daar nou aan? Doe dat nou. En de informatie, die krijg je daar heel indringend over. Hè? Dus nogmaals, de zaken die te maken hebben met, denk aan de veiligheid van je mensen. Hou rekening mee dat je ook toestemming vraagt aan je eigenaar. Weet trouwens ook dat je, ik krijg wel eens mails van mensen die zeiden, ja, verdorie, ik word hier nou uit huis gezet. Dat wel, op het moment dat ik in mijn sociale huurwoning mensen binnenhaal via Airbnb. Ja, en dan denk ik van ja, dat is inderdaad zo. Het gebeurt wel eens. En dat is, ja, dat gebeurt wel eens. En dat gebeurt soms uit achterloosheid. En soms misschien ook uit het oogpunt van, nou, fijn om even wat bij te verdienen. Niemand merkt het. Maar dat is heel fout. Want het zijn sociale huurwoningen. Dat zijn woningen waar de gemeenschap in geïnvesteerd heeft. Die mag je niet als een hotel gaan runnen, et cetera, et cetera. Dat moet je niet doen. Dat pakken we dus echt hard aan. Als we dat constateren, als corporaties dat constateren, dan zijn ze keihard. En dan ga je inderdaad je huis uit. Tot slot nog even één tandje breder mogen trekken. Jullie hebben je verdiept, zei eerder al, in die hele sharing economy. Ja. Staat dit ergens voor? Is dit onderdeel van een grotere trend? Zijn we anders met elkaar aan het omgaan? Ja, ik denk het wel. Ik ben geen IT-expert of hoe je het ook mag noemen. Maar ik zie gewoon om me heen bij allerlei mensen het toenemen van het anders kijken naar eigenaarschap. Dus het delen van auto's, het delen van huizen, het delen van bezit. Dat hele idee van circular economy, waar nog misschien een paar jaar geleden mensen een beetje om zaten te lachen. Dat is echt in feite een heel sterk businessconcept aan het worden. Ik ben zelf ook wethouder haven. Dan kun je je afvragen, waar gaat dit nou weer naartoe? Maar die haven die wil duurzaam zijn. En die haven is dus ook bezig met circular economy, met biobased werken. Met hoe kunnen we ervoor zorgen dat die spullen die we vervoeren niet alleen maar in één klap daar naartoe gaan, maar dat die ook meer gebruikt kunnen worden in het gebied zelf. Is precies hetzelfde idee als shared economy. Dus je ziet het overal gebeuren. En ik denk dat dit de ontwikkeling is van deze tijd. Ja, een vraag van David Linsen via Twitter. Die zegt, oké, Airbnb, maar wat dan home exchange? Dat ruilen mensen gratis hun huizen. Ja, ja. Wilt u dat ook controleren? Nou, dat was ik nog niet van plan, nee. Nee. Ik begin maar met. En we hebben straks Peerby aan tafel. Die lenen gereedschap uit. Dat lijkt me heel goed. En maal straks nou de gereedschap voor huurbedrijven bij u gaan klagen en zeggen, ja, dat is ik denk dat, daar voel ik me niet zo erg verantwoordelijk voor het gereedschap. Het gereedschap is volgens mij een maatschappelijk goed waar we ons niet zoveel mee bemoeien. Snapcar? De auto verhuur? Nee, ook niet. Ik vind het zelfs heel goed dat gebeurt. He, dus ik denk dat een ontwikkeling is. Met allerlei producten moet je gewoon van afblijven en moet je niks aan doen. Wonen in deze stad en woningen in deze stad. We hebben de sociale woningvoorraad, die is ons zeer dierbaar. Waar mensen met een kleine portemonnee kunnen wonen. En die grotere voorraad, daarvan willen we gewoon heel graag dat het goed gebruikt wordt en optimaal gebruikt wordt. Klopt trouwens wel, mijn appartement in Berlijn. Ja? Dat was overduidelijk een appartement wat niet bewoond wordt. Kijk eens. Wat keurig ingericht was. Ja. Voor de verhuur. Dat is dan gewoon, volgens mij, gewoon een hotel, toch? Nee, het is geen hotel, het is een appartement. Nou maar, ja, een appartement. Voor €40 per nacht. Ja, maar wat wel constant wordt verhuurd. Ja, absoluut. Ja, in een stad die zegt, wij verbieden het. Ja. Dus wat dat betreft, je moet het niet verbieden. Je moet het tot je nemen en je moet er goede afspraken mee maken. En je moet wel heel goed opletten en alert zijn wat ermee gebeurt. En ook af en toe goed weten wat je juridische positie is. Maar je moet niet naïef zijn. De deeleconomie, zegt Marco Derks, tot slot lijkt op dit moment vooral nog een Amsterdams feestje. Probeer maar eens een Airbnb in de Achterhoek. Daarom lopen we altijd. Ja, je moet pionier zijn, toch? Ja. De gemeente Winterswijk had hier ook best mee kunnen komen samen met Airbnb. Hartelijk welkom. Dat doen ze dan absoluut. Weer niet. Ja, ja, zeker. Ja. Nou goed, wij blijven het kritisch volgen. Graag. En hopen dat Amsterdam dit soort initiatieven niet om zeep helpt, maar juist... Ja, we maken het juist mogelijk, denk ik. Ja. Want dat zijn natuurlijk ook weer mensen op Twitter die zeggen, ja, faciliteer het nou juist in plaats van het te controleren. Ja. Ja.
Ja. Maar dat staat dat doen we in feite ook. We zeggen gewoon ja, mits. Dus ja, en er zijn een paar regels. Daar moet je gewoon aan houden. Doe je best. Dan wordt het heel mooi in Amsterdam. Ja, en Airbnb was er heel blij mee. Want die hebben allerlei steden waar inderdaad heel anders nog tegenaan wordt. Nou ja, we hebben misschien dat nog te zeggen. Ja, zonder nou te veel aan steden dropping te doen. Maar andere steden, Berlijn, New York, Parijs, Barcelona. Die zijn allemaal heel erg geïnteresseerd in wat we aan het doen zijn. En ik zou heel graag willen dat we daar inderdaad gewoon een internationale afspraak over kunnen maken. Who knows? Ontzettend bedankt. Hartelijk dank voor deze uitdaging. Ja. Als je live kijkt, weet je dat we zo direct nog doorgaan met andere mooie Nederlandse initiatieven als het over de sharing economy gaat. En als je on-demand kijkt, weet je dat je de meeste van de Nederlandse platforms terug kunt vinden in onze archieven. Dus blijf kijken of blijf struinen in de archieven. Dankjewel. Dag. Dank. Graag gedaan. Gaat het wel?